Ricardo! Hey, goedemorgen, goedemorgen man. Goedemorgen. Hoe is het? Goed man, met jou? Goed man. Goed je te zien man. Ja, ja ook man. Goed, met jou? Goed man, ja? Goed man. Jammer man, we hebben dat stukje hebben we net niet gefilmd hier binnen. Geen loopers? Nee. Oh man, je maakte die moon nog naar achteren. Was nee. Goed hè? Die staat jammer. Er niet op dus. Nee, jammer man. Ja, helaas man. Voor jullie man. Konden dat echt goed. Next time, doen. Next time. Ja, dankjewel man. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Building Bridges. Mede mogelijk gemaakt, geproduceerd door Going Places Producties. FC Afkikken en we zitten hier weer op de mooie locatie bij Erik Kuster. Metropolitan Luxury. Ik ben Johnny Suiveloon. En ik ben Edson Bravey. En vandaag hebben we echt weer een inspirerende gast hier bij ons. Ricardo van Rijn. Dankjewel mannen. Applaus voor jezelf. Ricardo, hoe is het met je, man? Goed. Ik vertelde net al, een beetje een hectische periode. Ik zit nu midden in een verhuizing bijna. Ja. Dus alle voorbereidingen die daarbij komen kijken. Twee jonge kinderen. Ja, dat is af en toe hectisch, maar voor de rest gaat het goed met me. Ja. Ben je gelukkig? Ik ben gelukkig, ja. Ja? Ja. Goed zo. Ben ik blij om. Zeker. Ben ik blij om. Ricardo, luister. Ajax. Club Brugge, AZ, Heerenveen, FC Emmen, Karlsruhe, Oranje, 8 interlands, ja. 350 wedstrijden. Dit is hoe we jou kennen als voetballer. Maar wie ben jij als persoon? Ik denk allereerst als ik dit hoor is het een lijstje waar ik op dit moment heel trots op ben. Zeker. Ik zal misschien gelijk met de deur naar huis vallen. Het is zeg maar... De volgorde die je opnoemt is natuurlijk ook een volgorde die je misschien, en dat heb ik zelf ook, het liefst andersom had gehad. Mm-hmm. Maar desondanks ben ik wel gewoon heel blij en trots met hetgene wat ik tot nu toe heb meegemaakt en wat ik wellicht nog de komende jaren mee kan maken. Maar jongen die gewoon iemand die open is, transparant is, denk ik ook. Af en toe wel een binnenvetter van nature, denk ik. Maar gewoon, ik denk wel iemand met, die openstaat voor andere mensen en die dat ook aantrekt, denk ik. En dat is denk ik wel een van de kwaliteiten die ik heb. Dat ik gewoon goed met mensen om kan gaan, denk ik. En dat mensen vaak ook wel een goed gevoel bij mij hebben. En als ik even mag vragen, hè, twee vragen die bij mij binnenschieten nu. Je had het liever andersom gewild? Ja. Die volgorde? Ja. Waarom? Omdat Ajax is een topclub. Ja. En de rest, AZ is natuurlijk ook een hele mooie club. Maar de andere clubs zijn geen topclubs. Ja. Maar je bent er wel trots op? Ik ben er uiteindelijk zeker wel trots op. Kijk, ik ben nu nog steeds actief. Ik heb nu geen club. Dus dat is ook natuurlijk iets wat natuurlijk zo meteen is wel dieper op ingaan. Maar op dit moment ben ik dus clubloos. Heb je die vragenlijst al heb je het al ingezien of zo? Nee man. Wat je? Ik ga de script gaan af. Jezus. Ik ga verder. Dus dat is ook zeg maar een situatie die nu aan de gang is. Maar je vroeg net wel, ben je gelukkig? Daar kon ik wel ja op zeggen. Maar natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering. En het liefst had ik nu ook gewoon ergens onder contract gestaan. Ja. Zo eerlijk moet je ook zijn. Hoe ziet dat eruit, gelukkig voor jou? Wat houdt dat in? Nou ja, goed, ik heb de afgelopen maanden gewoon wel de afleiding gehad van het nieuwe huis, zeg maar, weet je wel. Ja. En je bent uiteindelijk gewoon met je gezin, twee gezonde kinderen, gelukkig. Mm-hmm. En ja, dat ga je toch wel waarderen en kom je pas ook achter op het moment dat je een gezin hebt natuurlijk. Ja. Ja. En dat gaat goed en wat dat betreft heb ik nu wel heel veel tijd gehad om mijn kinderen ook met ze te zijn en om ze naar weg te brengen naar de opvang en me op te halen. Dus ja, wat zeg je? Twee kids, toch? Twee kids, ja. Dus daar haal je ook je geluk uit, zeg maar. Ja. Absoluut. En de andere kant van, als voetballer zijnde, wil je toch het liefst op het veld staan en je ding daar doen. Hoe ga je daarmee om? Dat je nu niet
een club hebt. En dat je zegt terecht ook, hè? Want je focus gaat nu naar andere dingen waar je... Je hebt een bepaalde afleiding. Afleiding. Ja, ja. Maar het zit toch nog in je achterhoofd, want je bent nog steeds een voetballer, hè? Ja. Je zit nog steeds in een carrière. Jong ook, hè? Carrière. Ja, nog steeds 31. 31. Ja. Dus het is toch wel iets wat je graag wil hebben. Tuurlijk. En doen. Ja. Maar het gebeurt op dit moment niet. Nee. Of het blijft uit. Nee, kijk, uiteindelijk word je er continu mee geconfronteerd natuurlijk. Ja. Of het is de omgeving die vraagt van, heb je al een club of weet je al, heb je al iets gevonden? Nee, nog steeds niet. Dat blijft continu de confrontatie natuurlijk. Ja. En het feit dat je gewoon het voetbal gewoon volgt. Ja. Je kijkt wedstrijden, je kijkt samenvattingen, ja. En jij zit thuis. Ja. Dus dat is wel iets wat dus continu wel gewoon op de achtergrond meespeelt. Ondanks dat je nu de afleiding hebt en het geluk hebt van kinderen en het verhuizen naar een nieuw mooi huis. Ja, goed. Dan iets anders, hè? Want je zei ook in wie Ricardo ook is een stukje binnenvetter. Mm-hmm. In een situatie waarin je nu zit, hoe ziet dat er voor jou uit? Maak je het bespreekbaar? Ga je naar iemand toe of bespreek je het met je vrouw? De emoties, de gedachten die door je heen gaan. Hoe ziet dat binnenvetten voor jou eruit? In het begin was het sowieso een stuk meer, zeg maar. Dus dat ik er heel minder over praatte. Ook meer vanuit de gedachte van, je wilt de ander er niet mee belasten of zo, weet je wel. Mm-hmm. Maar gelukkig, ik heb ook vrienden die zelf ook voetballen. Dus die begrijpen de situatie. Mijn vrouw kan ik ook zeker 100% mee sparren en ook alles bij kwijt. Maar toch, dat stukje van je wil de ander niet belasten, dat speelt toch wel altijd wel een beetje mee. Maar ik moet wel zeggen dat ik wel, in het vorig jaar heb ik wel met iemand gesproken ook daarover. Een aantal sessies mee gedaan. En ik moet zeggen dat uiteindelijk dan toch wel weer gewoon een bepaalde oplichting geeft. Dat je dat gewoon bij iemand kwijt kan die eigenlijk totaal geen belang heeft. Ja. Je staat er natuurlijk een stuk verder van vandaan, is geen vriend van je. Mm-hmm. Heeft het weliswaar niet, is misschien niet zelf een topsporter geweest, maar is wel iemand die natuurlijk de goede vragen kan stellen met wie je bepaalde, waarbij je gevoelens gewoon kunt uiten, zeg maar. Ja. Dus dat heb ik vorig jaar dan wel, heb ik dat gedaan. Of dit seizoen, zeg maar. Of afgelopen seizoen, sorry. Dus ik heb gemerkt dat hielp wel, maar uiteindelijk, je hebt met iemand een gesprek en dan heb je daarna een heel goed gevoel erover. Maar het is niet zo dat je diegene elke week spreekt of zo. Dus nee. Op een gegeven moment kom je terug echt bij jezelf, bij de kern, denk ik. Ja. En dan ga je toch weer misschien weer dingen een beetje op zijn beloop laten. En het is wel lastig om die uiteindelijke switch te maken daarin, zeg maar. Van, ja. Je hebt een heel goed gesprek met iemand die daar goed in thuis is. Ja. Wat voor acties ga je ervoor voor doen? Ja, is toch wel moeilijker dan super herkenbaar hoor, want wat je nu zegt, en ik denk ook een heel belangrijk punt, omdat we toch naar zo iemand gaan, hè, mm-hmm. we zullen het een naam geven, een psycholoog of een mental coach, en dan met toch wel het idee van, ik heb hulp nodig, en dan ga je zo'n gesprek aan en dan helpt het lucht op, dat je bepaalde gevoelens, gewoon met een onafhankelijk persoon, wat je zegt, precies. Die niet met voetbal te maken heeft of juist wel, maar in ieder geval een persoon. En dan ga je dat gesprek uit, heb je goed gevoel, maar dan langzaam komt toch weer misschien een bepaald verdriet, misschien een bepaalde pijn, misschien een bepaalde frustratie, hè? Want de situatie is nog steeds hetzelfde. Mm-hmm. Triggert het dan bij jou iets om een bepaalde, consistency erin te bouwen om juist aan jezelf te werken? Want het is iets wat elke keer weer terugvalt in die oude kern en je er niet prettig bij voelt. Nee. Heb je daar al een beetje... Je raakt er wel gewoon bewust van, want... wat ik zeg, je spreekt inderdaad iemand één keer, daarna gaat er weer een tijdje overheen. Ja. Dan merk je dus, het sluimert er weer een beetje in bij je. Dan spreek je diegene weer, dan heb je weer even een boost van, kom, we gaan er tegenaan, let's go. Dus ik denk, dat bewustzijn, die bewustwording, die is er wel. Maar goed, het, het,
het verandert verder niet zeg maar, de absolute situatie dat ik op dit moment nog steeds geen club heb. Zeg maar. Inderdaad. Maar ik denk wel dat ja, de negatievere gedachten die ik er misschien af en toe over had, ja, dat die wat meer weg zijn en dat je dan ook misschien jezelf meer voorbereidt op misschien andere scenario's die, ja, die wellicht kunnen gaan spelen. Zeg maar. Ja. Kan je daar beter mee omgaan? Ja. Gewoon. Ja. 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 Oké, okay, luister. Super interessant wat je zegt. Ja. En we gaan er zo meteen er verder op in. Wij hebben altijd een topic. En dat heet Knowing Me. En dan stellen we de gast 10 vragen. En eigenlijk waar we het net al over hadden. Onder druk presteren. En dan moet je binnen een paar seconden antwoord geven. Ja. En dat geeft weer een andere kant van je weer. Dus is goed. Ben je ready? Ja. 10 vragen, ik begin. Welke plek wil je ooit nog een keer bezoeken in je leven? Dat is veel te lang hè, wat ik nu neem qua tijd. Eigenlijk wel, ja. Er moet eigenlijk iets oppoppen natuurlijk. Zietje. IJsland. Oké. Why? Als ik sommige beelden van IJsland voorbij zie komen, wil ik gewoon daar naartoe met de auto en daar een beetje rondrijden gewoon. Oké. Mooi. Je bent een natuurliefhebber? Wel. Nice. Ja, nice. Oké, welke eigenschap van jou is voor een ander heel waardevol? Betrouwbaarheid. Oké, nice. Wat heb je het meest gemist in je leven? Tot nu toe. Vader. Denk ik. Ja. Ja. Denk het wel. Komen we zo op terug. Oké? Okay. Next. Deze komt aan, man. Ja, maar deze komt ook aan bij mij. Deze komt aan. Ja. Dit is ook de eerste keer dat ik het zeg, denk ik. Ja? Is het dan ook zeg maar een hoe je het nu zegt, is het een besefmomentje of had je dit gevoel al veel langer, maar heb je het gewoon nog niet? Het is meer dat ik, het besef was er wel, denk ik, maar het is nu meer dat ik het gewoon, gewoon hardop uitspreek, zeg maar. Komen we zo op terug. Ja. Wat is je favoriete onderwerp om over te praten, buiten voetbal om? Kinderen. Ja. Wat is je favoriete quote? Heb je een quote? Nee. Wat is je motto van het leven? Genieten. Voor wie heb jij het meest betekend in iemands leven? Ik hoop tot nu toe voor mijn kinderen ook. Yeah. Geloof ik ook wel. Ja. Wat is de meest waardevolle les die je hebt geleerd? Meest waardevolle les. Goeie. Dit zijn geen vragen waar je die even snel binnen 10 seconden even. Dat is niet het goede woord ervoor, hè? Wees waardig voor de les. Ik denk gewoon. Ik denk het koesteren van gezondheid en het feit dat het leven uiteindelijk altijd doordraait, dat denk ik. Het leven gaat altijd door. Ja. Eens. Nice. Waar had jij harder voor moeten vechten in je leven tot nu toe? Onzekerheid, denk ik gewoon. Dus op momenten bij twijfel denk ik dat je dan net eventjes door had moeten zetten. Dat moment, zeg maar. Ja. Die periode. Ja. Twijfelde je vaak aan jezelf? Ik denk het wel. Twijfel, en maar ook vooral de druk. De onnodige druk die je jezelf oplegt. Ja. En als je dat dan zeg maar niet, als je bepaalde dingen niet haalt, dat je dan toch wel ergens gaat twijfelen of zo. En niet zeker van je zaak gaat zijn. Ja. En dat vertaalt zich altijd uit richting het voetbal, denk ik, en op het veld. Dat zie je denk ik vaak wel. Ja. En hoe ga je daarmee om? Of hoe ging je daarmee om? Met de twijfels die, als je specifieke momenten hebt misschien. Ja, gewoon een verstoppertje spelen, man. Ik hoef die bal niet te hebben. Ga maar die kant op met die bal. Ja. Jezelf gewoon, voetbaltechnisch gewoon jezelf niet meer aanbieden, niet meer tonen, zeg maar. Ja. Gewoon een beetje richting 7, richting een 6 spelen. Ja. Maar ja, ik denk als je een 6 probeert te spelen, dan is het waarschijnlijk een heel grote, gewoon een 3, zeg maar. Ja, precies. Of een 4. Ja. Dat. En achteraf, hè, als je dan, zeg maar, je weet dat van jezelf in die momenten.
En dan na de wedstrijd, na die situatie, hoe voel je dan? Dus hoe kijk je daarop terug, naar jezelf vooral ook? Ja, achteraf denk je altijd van, ja gozer, wat maakt het uit man? Ja. Je staat op het veld, scheid aan de mensen die kijken. Natuurlijk niet scheid aan het publiek, want het is mooi juist dat het publiek er is. Maar dan meer van, scheid aan de mening van het publiek, zeg maar. Ja. Ga gewoon vrij voetballen. Het maakt niet uit, je kan beter volle bak zeg maar, op je bek gaan, dan dat je zeg maar half-half er niet bent, zeg maar, snap je? Ja. Dus dat heb je altijd achteraf natuurlijk, maar achteraf praten is altijd simpel natuurlijk. Maar om dat op dat moment zeg maar om te zetten in je hoofd, dat is wel lastig. En neem je het dan wel mee naar de volgende situatie? Of is het dan wel weer van, ik ervaar nu hetzelfde en ik ga er nu hetzelfde mee om? Ja, meestal blijft het wel een beetje op hetzelfde, dat het een beetje meesleurt zeg maar, over een langere periode denk ik. Ja. En dat breekt dan op het moment dat je zeg maar misschien een echt succesmoment beleeft. Dus stel je maar, je hebt er weer een assist of zo, weet je wel. Ja. Als je een assist geeft of je maakt een goal, dan kun je toch heel de wereld aan, weet je wel, op het veld. Dat is waar. Maar zolang dat een beetje uitblijft of een mooie paas blijft uit of een beslissende paas blijft uit. Ja, je bent altijd op zoek naar dat succesmomentje waardoor je weer die switch kan maken, weet je wel. Ja. Oké. Laatste vraag. Wanneer moest je voor het laatst hardop lachen? Net met jou. Ja, dat was echt een inkopper, man. Jezus. Dat was te makkelijk. Was te makkelijk. Gianni, dat was niet de laatste vraag. Was de laatste vraag voor jou. Oh, sorry. Was de laatste vraag van mij. Is niet erg. Edson, jij bent. Is niet erg. Scherp blijven. waar voel je het meest thuis? Leiden. Daar kom je ook vandaan. Ja. Ja. Geboren en gedogen. Ik hoorde het, man. Ik hoorde het net. Geboren en gedogen. Hoe hoorde je het? Je had net een opmerking. Gozer. Oh ja. Die R op het einde. Is dat Leids? Ja, wel die R, zeg maar. Ja, dat wel. Ja. Maar gozer. Ja, gozer. Ja, dat is wel. Het klinkt wel een beetje Leids. Dan weet je al van, het is niet uit Amsterdam of zo. Nee, dat is zeker niet Amsterdam. Klopt. Luister, dit waren de 10 vragen. We wilden eigenlijk beginnen bij je jeugd. Ja. Maar ik wil toch nog even terugkomen op het stukje vader. Ja. Wat je net aangaf, hetgeen wat je eigenlijk toch wel het meest gemist hebt. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe was je jeugd en wat heb je dan zoal gemist? Tuurlijk. Ik kom zeker uit een heel fijn gezin. Wel denk ik anders dan normaal, tussen haakjes, omdat mijn moeder en vader die hebben een latrelatie. Dus die hebben nooit zeg maar fulltime bij elkaar gewoond. Hmm. Mijn vader komt uit de buurt van Lelystad. Die heeft daar altijd gewoon zijn huis gehad. En ik ben eigenlijk gewoon wel volledig opgegroeid in Leiden bij mijn moeder. Die woont daar ook nu nog steeds. Maar mijn vader die zag ik dan vaak gewoon of in het weekend of gewoon random 1 of 2 dagen in de week of zo, weet je wel, zoiets. Ja. Dus dat was op zich natuurlijk wel, dat is al een andere opstelling dan zeg maar het ideale plaatje natuurlijk dat ouders echt volledig bij elkaar zijn. Ja. Natuurlijk tegenwoordig tijd komt het alleen maar voor dat ouders gescheiden zijn natuurlijk. Dus dat is ook weer een andere dimensie. Maar ze waren niet gescheiden? Ze waren niet gescheiden. Dus okay. Wat ik zeg, mijn vader heeft gewoon zijn huis in Lelystad. En ja, hij kwam vaak gewoon in de weekenden, kwam die bij ons thuis. En door de week werkte die ook in de buurt van Lelystad. Ja. En ja, die vorm van een relatie heeft denk ik, dat werkt het beste denk ik voor mijn ouders. Ja. Want ze doen het al sinds dat ik geboren ben. Ja. Ik heb eigenlijk niet anders gekend, zeg maar. Nog steeds? Ja. Oké. Okay. Ja. Interesting. Ja. Dus dat is inderdaad wel een aparte, nogmaals, aparte situatie natuurlijk. Ja. Maar goed, het werkt voor hun het best, maar ja goed. Het is misschien niet altijd even makkelijk, denk ik, voor de kinderen. Ja. Mm-hmm. En je bouwt natuurlijk ook automatisch een heel andere band op met je vader of vergeleken met je moeder. Mm-hmm. En mijn moeder die heeft uiteindelijk fulltime echt wel voor ons gezorgd. En natuurlijk, mijn vader heeft ook wel zeker bijgedragen op zijn manier. Maar goed, dat is wel hoe het begint, zeg maar. Ja. Maar verder, hele soepele jeugd gehad, denk ik. Van de peuterschool tot aan de kleuterklasse, basisschool, middelbare school ging gewoon eigenlijk gewoon vloeiend, weet je wel. En wat dat betreft heb ik gewoon een heel mooie jeugd gehad.
Echt, echt top. En wanneer kwam het, het besef voor jou dat, dat je je vader dus miste? Dus, hè, want je was dan weekends. Ja. En dan door de week. Dan, had je dan nog wel contact met hem? Of, ja, maar niet echt een heel diepgaande band of zo. Ja. Ja, het is een situatie waar ik zeg maar aan gewend ben geraakt. Ja. Maar ja, goed, ik weet wel 100% zeker dat dat wel ergens, ook weer ergens aan de achterkant een beetje meespeelt, zeg maar, weet je wel. En het feit dat je daar dan niet altijd open over spreekt, want dat wat betreft de binnenvetten, ja, die confrontatie die... Ga je die liever uit de weg of ben je wel, oké. Dat laat ik gewoon voor wat het is gewoon. Ja. Het is een situatie, ik accepteer hem zeg maar hoe die is. Ja. En je probeert je zeg maar op die manier gewoon een weg te vinden in je eigen dagelijks leven, et cetera. Als eerste, Ricardo, bedankt dat je dit deelt, want je zegt je hebt het nooit eerder harder... Nee, echt niet, dus de eerste keer. En okay, ja. Heb je dat wel eens besproken nu met misschien je moeder, je vader ook nog nooit, zeg maar, dat gesprek aangegaan van... het heeft me wel, want het heeft je wel dwars gezeten, zit je... Kijk, ik denk met name nu ik zelf ook kinderen heb, zeg precies, maar... Precies, daar wilde ik, ja. Kijk, ik zou me nu, zeg maar, ik zou me niet voorstellen kunnen stellen dat ik nu, zeg maar, dus apart... terwijl ik eigenlijk met mijn vrouw ben, dat ik dan toch in een ander huis woon. En dat ik dus mijn kinderen één keer per week zie of twee keer per week, twee dagen in de week zie. Ja. Soms wel eens minder. Ja, dat is voor mij onbestaanbaar. Wat heb je dan zo gemist? Wat is hetgeen dat je echt, want je zegt nu, dat is hetgeen wat je het meest hebt gemist. Maar wat mist je dan als je zo nu erover nadenkt? Ik denk gewoon de simpele vader-zoon band, denk ik. Ik bedoel, kijk, ik heb denk ik nooit zeg maar behoefte gehad aan een vader die per se alle wedstrijden kwam kijken of weet je, me achterna reisde overal naartoe. Mm-hmm. Hetzelfde geldt voor mijn moeder. Die kwam ook gewoon één keer in de zoveel tijd ook kijken, ook bij jeugdwedstrijden, weet je wel. Mm-hmm. Die waren niet zeg maar elke zaterdag aanwezig. Dat hoeft ook niet voor mij, ook niet in de arena, waren ze ook nooit. Tenminste, waren ze echt sporadisch, zeg maar. Heel af en toe zijn ze een wedstrijdje geweest. Ja, ze hadden zoiets van, ja, wij vinden het prettiger en misschien wel leuker om... Ja, op tv te zien, weet je wel. Ja. Ja. Dat begrijp ik hartstikke goed, weet je wel. Dat neem ik ze ook zeker niet kwalijk. Zou je dat voor jouw kinderen ook doen? Of nee, ik weet, als mijn zoontje, dan zou ik waarschijnlijk... Kijk, dat zeg ik nu, maar ik zou gewoon naar de wedstrijd willen gaan. Ja. Live. Ja. Maar goed, ja, je kan niet, zeg maar, beslissen voor iemand anders. Ja. En als dat degene is, als ze dat, zeg maar, zo het liefst willen... Kijk, en natuurlijk heb je daar wel invloed op het moment dat je dat... bij ze neerlegt of vraagt. Maar ik vind wel dat uiteindelijk wel vanuit hun moet komen. Zeg maar. Ja. Ja. Nog één laatste vraag daarover. Heb je, hoe zeg je dat? Are you resentful? Dus heb je een bepaalde woede, teleurstelling misschien? Nee. Hij begint weer hoor, in zijn Engels. Ja, maar ja. Ja, ik klinkt wel mooi in ieder geval. Resentful. Ja, het klinkt wel goed. Het klinkt goed. Ik kwam niet op het Nederlands woord. Nee, sorry, Gianni, maar heel leuk dat je dat wel weer... Spreek je daar vaker op aan? Heel vaak, maar het grappige is dat hij daar nu ook mee te maken heeft. Ik heb er ook last van. Hij steekt me aan. Ja, precies. Altijd de vinger wijzen. Zie je weer? Vingerwijsgedrag. Ligt nooit aan jezelf. Nee, ik heb geen woede. Nee, man. Nee. Wat ik zeg, het is ook ergens waar je gewoon... Ja, nogmaals, ik ken geen andere situatie, snap je? Dus als dat voor mijn ouders het beste werkte... Top, weet je wel. Maar goed, je neemt wel mee dat het misschien wel ergens anders, zeg maar, een tekort gaat ontstaan of zo, weet je wel. Dus nee, woede heb ik niet. En ja, weet je, ik denk ook dat ergens vanuit mijn vader, zeg maar, dan ook weer ergens vandaan komt. Ja. Hij heeft ook niet, daar heb ik ook wel eens kort mee gesproken, maar hij kwam ook niet echt uit een heel... liefdevol, warm gezin wat heel hecht was of zo, weet je wel. Want je moeder is Nederlands en je vader is van Curaçao. Antilliaans, okay. Ja. Okay. Vader is van Curaçao en is al wel best wel een stukje ouder, zeg maar. Dus ja, als je dan weer naar zijn ouders kijkt, ja, dat is natuurlijk een totaal andere generatie. Ja. Mm-hmm. Dat ben ik al met hem, laat staan met zijn ouders. Ja, precies.
Dus ja, die heb ik zelf ook nooit gekend. Mijn opa en oma van Curaçao. Mm-hmm. Dus ja, dat is ook gewoon een heel andere dynamiek, heel andere band, zeg maar, dan wat ik met mijn Nederlandse kant heb, weet je wel. Ja, mm-hmm. Ja, dat is gewoon zo. Dus over wat je zegt, heb je bepaalde woede of iets? Nee, dat heb ik niet. Want nee. ik heb ook begrip voor de situatie waarin mijn vader heeft gezeten, weet je wel. Ja. Ja. Dus nou, het is alleen maar mooi dat jij nu, zeg maar, de andere kant kan laten zien voor jouw kids. Ja, ja, dat precies. Je er wel kan zijn, weet je wel. Dat je weet van, oké, dit is hoe ik het liever had gewild. Maar nu heb ik de kans om het anders te doen op jouw manier. Juist. En dat geeft je een goed gevoel, maar dat zal ook af en toe wel, denk ik wel, ook meespelen van, oké, ja, dus dit is zeg maar hetgene wat jij wel nu zelf doet, maar wat je zelf dus niet hebt gehad of hebt gekend. Dus dat is dan toch weer altijd weer zo'n besefmomentje, weet je, wat er voorbij komt. Maar ik denk uiteindelijk dat dat de momenten en de gevoelens van hetgeen wat jij doet, dat natuurlijk uiteindelijk de overhand heeft. Ja. Dat sowieso. Ik merk dat je een hele rustige, zachte jongen bent. Klopt dat? Wat ik nu een beetje... Ik ben wel rustig vanuit mezelf. Ja. Beetje type persoon die de kat uit de boom een beetje kijkt inderdaad als hij ergens nieuw is of in een bepaalde ruimte komt. Maar, okay. Ja. Want op 10-jarige leeftijd ga je naar Ajax in de jeugd. Ja. Hoe is dat zeg maar voor jongens zoals jij? Die meteen terechtkomt in eigenlijk een prestatieomgeving. Hoe ben je daarmee omgegaan op 10-jarige leeftijd? Ik denk uiteindelijk dat het me goed is afgegaan, omdat je toch een bepaalde best een soepel traject hebt doorgelopen in de jeugd van Ajax. Mm-hmm. Dus je werd wel soort van beschouwd als een van de grotere talenten. Ik was meerdere jaren was ik aanvoerder. Ik moet zeggen dat van het allereerste begin was het lastig, want toen zat ik nog op de basisschool, volgens mij groep 8 zeg maar, toen ik al 3 keer in de week ging trainen in Amsterdam. Mm-hmm. Dat was best pittig, weet je wel. Woensdagmiddag was altijd de buitenspelen, halve schooldagen en dan buitenspelen. Ja. En jij moest trainen, zeg maar, weet je wel. Dus dat is toch ook wel weer, daar heb ik het wel een paar maanden lastig mee gehad. Ja. Maar uiteindelijk, dan heeft dat soepele traject wat ik bij Ajax heb doorlopen en alle mooie momenten die ik daar heb meegemaakt. Ja. Dat is gewoon even een hele korte periode geweest. En daarna vanuit daaruit is het gewoon wel hartstikke goed gegaan. Tot aan jong Ajax eigenlijk. Dat was nog wel even een spannend moment van ga je die laatste stap zetten richting het eerste elftal? Mm-hmm. Of ga je weg bij Ajax en ga je geluk ergens anders zoeken? Ja. Dus dat was nog wel ook een spannende periode. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk heb ik een aantal hele mooie jaren meegemaakt, ook in het eerste elftal. Maar de jeugd zelf, vanaf mijn 10e, dat ging ook gewoon vrij vlotjes en soepel gewoon, man. Ja, je gaf het aan, je bent al een aantal jaren, was je dan ook aanvoerder. Ja. Paste dat bij jou, dat aanvoederschap en leiderschap? Ja, dat denk ik wel. Dat baseer ik meer ook op hetgene wat ik wel eens van andere mensen hoorde, gewoon dat die uitstraling daar wel... Ja, dat paste gewoon bij mij. Ik stond centraal achterin. Ik was altijd best wel veel aan het coachen in het veld. Ja. Dus dat klopte zeg maar wel, zeg maar, dat plaatje. En voor de rest, wat ik ook zei, ik denk dat ik ook al in mijn jongere jaren was ik gewoon een vrij rustige jongen. Mm-hmm. Dus ik denk ook voor trainers denk ik een type persoon die dat misschien wel goed paste, zeg maar. Ik was niet per se heel verlegen of zo, hoor. Dat niet. Maar wel gewoon kalm en ja, relaxed, zeg maar. Ja. Maar ik kon wel dus op het veld gewoon wel mijn mondje open doen, zeg maar. Ja. Want je geeft net ook aan van, je hebt twee moeilijke jaren gehad in het belofteteam. Dat je aan het twijfelen was of je weg zou gaan, ja of nee. Ja, klopt. Hoe zag dat eruit dan? Want daarna is het opeens supersnel gegaan. Ajax 1, Champions League, Europa League. Ja. Hoe? Ja, goed. In die tijd was het zeg maar, was de echte grote talenten van Ajax, die gingen eigenlijk van de A1 richting eerste bijna direct. Ja. Weet je wel? En natuurlijk gingen ook genoeg jongens hadden nog die tussenstap nodig in Jong Ajax. Maar Jong Ajax was eigenlijk wel het team waar je soort van zo snel mogelijk uit moest gaan, weet je wel. Ik ken het, weet je wel, die wedstrijd op maandagavond. Ja. En dat was toen alleen nog met jong competitie. Ja. Heel anders dan nu met de keukenkampioendivisie. Ja. Dus dat was wel een elftal. Goed, jij kon het gebruiken, maar je moest niet langer dan 1 jaar spelen. Mm-hmm. Niet langer dan 1 seizoen. Ja. Ja, goed, ik ging uiteindelijk, heb ik er bijna 2 jaar gespeeld en ik werd ook aanvoerder van Jong Ajax. En dat was ook vaak een dingetje van, aanvoerder van Jong Ajax, dat moet je eigenlijk ook niet worden. Ja. Snap je? Is wel waar, hè? Ja, dat zijn ze altijd. Dat is best wel een negatief sfeertje wat daar om me heen hing, zeg maar. Maar ja, goed, uiteindelijk heb ik wel nog toen bewust gekozen voor dat tweede seizoen Jong Ajax. Ja. Ja. Was ik dus aanvoerder. Maar dat heeft me wel gewoon veel goeds gebracht. En ook mede zeker door de trainer die daar toen was, Gerry Vink. Ja.
Ja, dat is wel echt beslissend geweest, denk ik, in die laatste stap richting AX1. Wat ook wel weer een stukje geluk bij komt kijken, want met blessures kon ik uiteindelijk wel mee naar een trainingskamp in de winter, ja. Weet je wel. En van daaruit ben ik een keer geprobeerd op rechtsbackpositie en dat ging goed. En ja, want je speelde altijd centraal, hè? Ik speelde altijd centraal en jong Ajax ook. Ja. Dus eigenlijk vanaf me, ik kwam wel binnen als rechtsbuiten. Dat is ook wel zo'n verhaal, weet je wel. Ja. Wat was dat als Baba Gida, toch? Of niet? Ja. Dat was ook vroeger mijn bijnaam op de pleintjes, Baba Gida. Ja, ik was klein, snel, weet je toch? Behendig. Ja. Dus die grote gast met wie je altijd voetbalde op straat, die noemde altijd Baba Gida. Gewoon een klein donker mannetje, weet je toch? Ja. Dus dat was wel leuk. En dus ik kwam als rechtsbuiten binnen. Mm-hmm. En toen ik eenmaal bij IJs als rechtsbuiten kwam, dacht ik van ja. Zeg maar, op straat is leuk, maar je moet wel wat meer hebben om als rechtsbuiten bij Ajax te kunnen. Want ik had niet echt een passeerbeweging of zo, weet je wel. Ik had was gewoon de langs rennen. En een goede voorzet, zeg maar. Maar dat is best wel grappig, want als ik het goed heb, scouten zie je op rechtsbuiten. Ja, ik speelde bij de amateurs speelde ik gewoon altijd in de spits en zo. Ja. En gewoon aan de aanvallen was ik gewoon. Dus ze scouten je daarop en vervolgens al heel snel op, ja. Of... Ik denk, in hetzelfde seizoen ging ik al richting rechtshalf, rechtsback al gewoon. Ik kwam in de D2, kwam ik als rechtsbuiten. En volgens mij aan het einde van het seizoen, of in ieder geval D1, was ik al vaste rechtsback gewoon. Ja. Vaste rechtsback en daarna centraal dus. Ik heb dat ook gehad. Jij ook, hè? Ik kwam bij Feyenoord in de jeugd. Ja. Als rechtsbuiten. Ja. Snel. Behendig. Eerlijk zeggen, Gianni, ik weet kan niet me waar het is gebleven, ja. Maar. Nee, dat wil ik niet zeggen. Op een gegeven moment. Maar is het zo dat je kwalitatief gewoon niet goed genoeg bent? Dat je van je droom valt. Weet je wat? Ja. Ga jij maar gewoon achterin staan. Ja, dat kan altijd nog. Ja, dat is nog je laatste kans, inderdaad. Ja, dat zie je heel vaak natuurlijk met rechtsbacks die gewoon rechtsbuiten of aanvallers zijn geweest. Ja, precies. Ja. Dat heb jij dus ook. En nog veel meer mensen hebben dat volgens mij gehad. Dus ja, dat was bij mij precies hetzelfde. Ja. Ja, eenmaal in de opleiding was het... Bij mij was het... Ik heb altijd op het middenveld gespeeld. Linkshalf, op 10. En dan soms linksbuiten. Maar toen ik bij Utrecht kwam, in de B-junioren, vrij laat. Ja. Als linkshalf. Maar omdat ik altijd een beetje de agressie in mijn spel had... Linksback was geschorst. Ja. Hey Edson, ga jij het vandaag proberen op linksback? Ja. En nooit meer van die positie afgegaan. Ja, zo gaat dat vaak natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Terwijl je dus wel inderdaad als linkshalf gewoon in de jeugd van Utrecht, dat kon je goed uit de voeten. Ja, dat was gewoon echt mijn positie. Ja, precies. En heel snel dus linksachter. En toen, hoe ze mij getrikt hebben ook eigenlijk, was van... In Nederland heb je niet zulke goede linksback. Nee, precies. Weet je, dus ik dacht van dit is mijn kans. Als jij op linksback gaat staan, dan haal jij het Nederland. De lezelfde. Standaard. Die haal je zo vaak. In het Nederlands elftal zijn er niet zulke goede linksbacks. Dus dit is de kans voor jou. Ja, toen was ik op, man. Ja, precies. Heel herkenbaar. Het is jullie wel gelukt. Ja. Jou ook, toch? Linksback. Heb je geen... Geen Nederlands elftal. Wel jongeren, toch? Jongeren, ja, precies. Olympisch elftal, toen werd er nog Nederland B. Aha. En toen, blessures en bullshit en noem maar op. Dus toen heb ik het net niet gered. Mm. Maar dit is wel een mooi bruggetje naar onze stelling. We brengen iets nieuws erin, we brengen een stelling erin. Ja. Luister, Edson, Nederlands elftal gehaald. Ricardo van Rijn, Nederlands elftal gehaald. Ik... Jong Oranje, Olympisch team. Ik vind het ook wel een prestatie. Mag je zeker tuurlijk. Oké, stelling. Ik was goed genoeg voor de top. Ja. Wie begint? Oh. Ik trap hem af, man. Ja, het okay. Mag zeker. Ik heb een Nederlands elftal gehaald. Bij de beste behoren van je land. Daar vooruit mogen komen. Super trots. Dus qua kwaliteiten zeg ik ja. Maar ik denk op het mentale, zeg ik nee. Omdat ik daar gewoon tekort in ben gekomen. Bij de top, hè, ze zeggen altijd naar de top toe. Is makkelijker dan te blijven. Ja. Maar om te blijven, dat was voor mij toch wel... En daar heb ik mijn meeste struggles in gehad. Ja. Dus qua kwaliteit zeg ik absoluut ja. Geen twijfel. Maar... Mentaal gezien was ik niet goed genoeg.
Het blijft ook apart, tenminste, want wat je zegt, je haalt het dus wel op enig moment, haal je het wel. Ja. Je hebt ook bij andere gigantisch grote clubs gespeeld. Ja. Inderdaad, dan kan het dus bijna niet anders zijn dat het iets is wat niet met je voetbalkwaliteit te maken heeft. Mm-hmm. Ja. Maar het is niet per se de kwaliteit, maar meer ook het feit dat je het misschien niet consistent door kan zetten of zo. Ja. Toch? En of dat maar dan dat nou is... of mentaal is of echt voetbaltechnisch, dat heb ik precies hetzelfde ervaren. Ja. Maar wat is het dan om te zeggen van, ik ben goed genoeg bij de top? Want hoort het dan niet dat je... Een x-aantal jaren moet blijven of zo? Nou, niet een x-aantal jaren moet blijven, maar meer het hele pakket. Ja, precies. Toch? Want, ja. Want om bij de top te horen, moet alles gewoon kloppen. En ik heb het gevoel dat ik daar gewoon tekort in ben gekomen. Ik kon... Het was heel raar. Er waren momenten bij Bayern... dat ik gewoon niet mezelf kon zijn. En dan Bayern is stop op clubniveau. Tuurlijk, ja. Ga ik naar het Nederlands elftal. En dan haal ik wel weer mijn niveau. Terwijl het Nederlands elftal hoger is. Ja, ja. Dus dat is ook weer raar. Ja. We trainen. Mark van Bommel en ik komen van Bayern. Dus hij ziet me op de, bij Bayern op de trainingen. In de wedstrijden. Hij ziet mij ook bij het Nederlands elftal mm-hmm. op de trainingen. In de wedstrijden. En we spelen 4-4. En korte partijtjes. Nou goed, dat was echt mijn ding. Mm-hmm. En ik doe het echt goed. En hij stond bij mij in het team. Dus dan die rotatie toch. Je speelt, win, blijf je staan. Ja. Als je verliest, ga je eruit. Mm-hmm. Dus we verloren dat potje. We komen daarnaast. Naast het doel. En hij zegt, hey Boyke, waarom doe je dit nou niet bij Bayern München? Mm-hmm. Waarom laat je dit niet zien bij Bayern München? Mm-hmm. En ik denk dat hetgene is wat ik ontbrak. Ja. Om de echte top te... Gewoon mentaal dat stukje. Mentaal. Ja, maar wat had het met druk te maken dan ook of zo? Niet per se. Want Nederlands elftal is ook druk. Ja, dat klopt. Bij Oranje is er ook druk. En bij Bayern ook. Dus druk denk ik niet. Alleen, ik heb wel het gevoel dat het wel met de omgeving te maken had. En dat dat nieuw was. Bayern is ook mijn eerste club buiten Nederland geweest. Oh, echt? Dus ja. Gelijk... Hè? FC Twente, middenmoot, en dan gelijk naar de top. Ja, is een grote van de top van Duitsland, de top van de wereld. Mm-hmm. En dan niet in een omgeving zijn die jou bekend is. Dus qua cultuur, qua mentaliteit, taal, eten. En dan zegt iemand die er buiten staat als een kritische noot van, maar je zit bij Bayern München, alles wordt daar toch fantastisch voor jou geregeld. Ja, maar het was wel anders, man. Ja. Het was echt anders. Bijvoorbeeld, je zou zeggen... Ik begrijp het, hè, trouwens. Hè, maar ja. Het is meer van... Nee. I like it. De... Het perspectief van mensen van buiten. Ja. Kom ik bij Bayern en dan gaan we op trainingskamp. Voor de wedstrijden gaan we dus naar een hotel. Maar ze hadden wel hun eigen traditie naar een hotel... In een dorpje die super oud was. Ja. Houten vloer kraakt, je bed kraakt, alles kraakt. Dus dan is het niet de glamorous kant, zeg maar. Nee. Weet je, dus. Maar goed, ook daar moet je dus aan wennen. Maar ik denk dat het bij mij daar, dus alle randzaken, het had een te grote invloed op waar ik me eigenlijk echt gewoon moest focussen. En ik denk zelf, als ik mezelf iets meer de tijd had gegeven, dan went het. Ja. En dan kan je langzaam weer teruggaan naar hetgene waar je echt op moet focussen en waar je gewoon goed in bent. Want hoe lang heb je daar uiteindelijk gespeeld dan? 2 jaar. Wel twee seizoenen achter elkaar? Nee, want ook dat was weer iets. Ik ging daar naartoe 2009 en 2010 is het WK. Mm-hmm. Was het WK. Ja. En Van Marwijk had wel een regel, je moet spelen om in aanmerking te komen voor de selectie. Ja. En ik begon goed, halverwege eerste seizoenhelft begon ik goed. En op een gegeven moment kwam ik op de bank. Nou bro, ik wilde gewoon alles opzij zetten om naar het WK te gaan. Tuurlijk. Dus halverwege, ik speelde toch wel 6-8 wedstrijden niet. Weet je, dus ik ging naar Van Gaal, ik zeg, trainer, luister dan. Ik wil echt mee naar het WK. En als ik hier minder aan spelen toe ga komen, verkleint het mijn kans. Dus, hoe ziet mijn situatie eruit? Nou, hij kon dat gewoon moeilijk zeggen.
Dus ik zeg, is het oké als ik verhuurd word? Nou, toen ben ik naar Celtic gegaan voor een halfjaartje. Genoeg gespeeld daar om dus wel in aanmerking te komen. En daar wel nice in ook gehad? Ja. Andere cultuur, cultuurshock ook. Ja, compleet anders. Ja, ja. Maar ik had wel iets meer mijn focus. Ik speelde daar ook gewoon regelmatig meer. Ja. Dus, en ik was gewoon voor een doel. Ja, precies. Gewoon die WK halen. Snap ik. En dat is uiteindelijk geluk dat geleid heeft dat ik mijn mooiste minuten in de WK heb mogen spelen. Helaas wel niet het resultaat die we allemaal graag wilden. Nee. Maar. Dus, maar dat is voor mij mijn situatie geweest. Ik ben nog steeds benieuwd. Moet ik de stelling weer even opnieuw? Nee, ik weet nog of je goed genoeg bent voor de top. Ik was goed genoeg voor de top. Ja, dat denk ik wel, ja. Alleen wat Edson ook zegt, het is niet alleen puur de voetballende kwaliteiten. Wat ik zeg, het is ook een bepaalde consistentie houden, zeg maar, weet je wel, in je spel. Mm-hmm. Ook wat Edson ook zegt, te komen is goed, maar je moet zorgen dat je er 10, 15 jaar blijft, weet je wel. En waarom is dat bij jou, zeg maar, niet gelukt? Ik denk dat je gewoon op een gegeven moment te maken krijgt. Je krijgt altijd met een terugval te maken in je spel, zeg maar. Weet je wel, het bekende van die talenten die altijd doorkomen. Ja, het eerste seizoen is goed, daarna is altijd een mindere periode. Ja. Dat had ik ook. Dat had ik zeker ook. En ik denk daar, zeg maar, mee om kunnen gaan en daaruit komen, ja, is toch lastiger gebleken dan je vooraf hebt gehoopt, zeg maar, weet je wel. Ja. Vooraf hoop je misschien dat dat komt wel goed en dat lukt wel, weet je wel, zo. Niet per se vanuit de gemakzucht, maar gewoon meer wel vanuit bepaalde vertrouwen dat je bent er gekomen, dus heb vertrouwen dat het ook wel weer goed kan komen. Ja. Maar ja, als op dat moment je net te lang uit vorm bent en bij Ajax kloppen achter elke deur zit een talentbewijs van, ja, die neemt je plekje zo snel weer in als dat je bent gekomen, snap je? Ja, ja. Dus het is ook gewoon een kwestie van op de juiste momenten blijven presteren. Natuurlijk komt de factor geluk komt er ook bij kijken, maar ja, en dat heeft mij ook meegespeeld, dat factor geluk, wat ik net al zei met blessures, et cetera, dat je dan wordt geprobeerd en dat het goed blijkt uit te pakken. Dat vooral denk ik, man, de consistentie gewoon om dat vol te houden en daar niet, dan ook niet te gaan twijfelen inderdaad aan jezelf, aan je kwaliteiten. En dat gebeurt wel snel natuurlijk. Ja. Ja. Ik zou zelf nog snel antwoord geven. Ik je hoeft was niet snel antwoord te geven. Nee, jawel, want ik vind dat hij goede dingen zegt. We moeten verder gaan naar zijn ding, toch? Okay. Nee. Neem je tijd, voor jezelf ook. Ik was goed genoeg voor de top. Alleen, wat jij zei, er waren heel veel andere talenten die op dat moment ook doorbraken. Plus, op een gegeven moment kreeg ik best wel veel last van blessures. Mm-hmm. Blessure heeft me echt parten gedaan. Je moet echt. Wil je niveau constant houden en consistent zijn in je prestaties, dan moet je ook echt gewoon elk seizoen 30 wedstrijden spelen. Ja. Om gewoon je niveau te kunnen halen. En dat had ik gewoon niet, jammer genoeg. Nee. Dat ik elke keer weer geblesseerd raakte. En dan is het, zeg maar, ik zie het altijd zo als een soort ladder. Je klimt elke keer op die ladder naar de top. En op een gegeven moment dan heb je een blessure en dan worden die onderste poten weer van onder gezaagd. En dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Weet je wel? Qua fitheid, qua voeding, qua trainen. Dus ik heb zelf altijd gezegd, ik had gehoopt dat ik altijd een langdurige blessure had. Bijvoorbeeld een kruisband. Ik vind het verschrikkelijk. Yeah. Maar je ziet wel altijd dat die jongens die een langdurige blessure hebben gehad, dat ze 10.000 keer sterker terugkomen. Yeah. Omdat ze discipline kunnen ze ook bewaren gedurende een hele carrière om elke dag naar de gym te gaan en te werken aan allerlei andere lichamelijke dingen. Ja. Dan ga ik je wel uitdagen. Want jij hebt dus in principe nodig om die discipline en die routine erin te krijgen wat je echt nodig hebt door een blessure. Dus was ik mentaal waarschijnlijk niet sterk genoeg om die discipline erin te houden zonder dat ik een blessure daarvoor nodig had. Maar soms heb je echt maar, je hebt iets nodig om, maar dat had ik gewoon niet. Ja. Ja. Dus daar heb ik ook gewoon in tekort geschoten. Ja. Ja. Maar ik was wel goed genoeg voor de top. Maar oké, boys, laten we gewoon echt. En jij ook, uiteindelijk. Kijk, het is. Het is lastig om te zeggen. Maar het is geen toeval dat je daar bent. En jij al helemaal niet, hè?
Met Bayern München, met Celtic. Lazio Roma. Roma. Ja, dat zijn, het is niet even één clubje, zeg maar. Nee, ik vind, dank je wel daarvoor. Ja. Maar luister, maar weet je, als je naar Bayern eens gaat, dan daarna, als je dan van Bayern zak naar NAC, dat kan ook niet. Dus je blijft altijd wel, dat is het geluk dat je hebt op het moment dat je bij een grote club speelt. Ja. Niks te nadenken van je kwaliteit, hè. Maar je hebt gewoon nog een soort van credibility dat je hebt opgebouwd. Ja. Dus dan die clubs daarnaast zijn gewoon goed. Plus je hebt kwaliteiten. Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat moeilijk. Ik vind dat echt moeilijk. Want om goed genoeg te zijn voor de top, dan heb je, moet het kloppen. Moet het, hè? Dus het moet die puzzel moet gewoon compleet zijn. En ik heb gewoon het gevoel bij mij dat die puzzel, 1-2 stukjes, waren daar gewoon niet om te komen en daar te blijven. Mm. Want dat is gewoon een feit. Maar ik ben gekomen en ik ben niet daar gebleven. Maar had je dat gevoel toen de tijd ook al en dat besef? Of heb je dat nu meer achteraf? Nu achteraf, omdat ik gewoon eerlijk en hard terug kan kijken en eerlijk en hard naar mezelf, voor mezelf ook moet zijn. Mm. Weet je? Ik ben bewust, kwaliteiten, yes. Maar die andere kant, dat ontbrak gewoon bij mij. En als we dan die stelling, en die stelling is heel hard. Mm-hmm. Ben ik goed genoeg? Was ik goed genoeg voor de top? Of ben ik goed genoeg voor de top? Dan moet ik concluderen dat dat niet, nee. Voor mij, niet het geval. Ik vind het wel. Maar goed, we gaan verder naar de volgende vraag. 3,5 jaar. 3,5 jaar onbetwiste rechtsback bij Ajax. En daarna, daar komen, wat je net zegt, achter elke deur is een nieuw talent. Ja. Joe Veltman, Kenny Teten. Ja. En volgens mij ga je dan redelijk via de achterdeur verdwijnen dan bij Ajax. Klopt. Hoe ga je daarmee om? Wat heb je? Aan wie heb je dan het meeste steun? Hoe zit dat in elkaar? Ik zei al dat ik heb natuurlijk met Gerry Vink heel goed gewerkt in Jong Ajax. Mm-hmm. Dus dat was wel een soort van, toch wel ergens een soort van voetbalvader die zich heel erg om mij bekommerde. En nogmaals, ik weet zeker dat hij ook wel een heel belangrijk puzzelstukje was om zeg maar die laatste stap te zetten naar Ajax 1. Dus daar heb je natuurlijk ook wel nog steeds contact mee op het moment dat je in Ajax 1 zelf speelt. En hij werkte ook nog gewoon bij Ajax toen de tijd. Mm-hmm. Dus daar heb je wel contact mee. Mm-hmm. En daar probeer je ook wel mee te sparren. En verder ook met vrienden die zelf ook dan wel voetballen. Misschien op een iets ander niveau, maar die het wel begrijpen wat erbij komt kijken. Qua drukken, qua andere randzaken die erbij komen kijken. Ik denk toen de tijd was het ook gewoon ook hard voor jezelf zijn. Van eerlijk zijn van je bent op dit moment niet goed genoeg, zeg maar. Mm. Zeg maar gewoon het level wat je laat zien is gewoon niet goed genoeg. Mm-hmm. De eerste paar seizoenen dat je gewoon af en toe wel echt uitblinkt en achtjes speelt. Mm-hmm. Ja, was het daarna gewoon wel meer op safe spelen, zeg maar, weet je wel, zesjes. Ja, en dat is uiteindelijk denk ik ook niet goed genoeg, ook of het nou bij Ajax is of bij andere clubs. Daar moet je nooit op spelen, weet je wel. Dus ik denk dat gewoon de combinatie van is van en het feit dat ik zelf gewoon niet in vorm was. Mm-hmm. En aan de andere kant zijn er jonge, gretige gasten die precies in jouw schoenen hebben gestaan. Ik weet precies hoe dat voelt natuurlijk als je er dicht tegenaan zit. Mm-hmm. En je bent zelf op de trainingen wel echt aan het uitblinken. Ja, dan is er gewoon een moment dat de trainer zegt, Riek, de laatste paar weken ik vind het niet helemaal overtuigend. Ik ga met Kenny starten. Mm-hmm. Ja. Punt. Ja, Kenny was op dit moment ging ook als een komeet. Ja, Kenny was ook een gruwelijke rechtsback. Vooral verdedigend, dat vond ik ook niet normaal een monster. Meest taaie rechtsback. Ja, zeker man. Een heel ander type dan ik, maar op dat moment werkte dat wel. En hij was daar gewoon veel meer in vorm op dat moment. Ja. Gewoon beter op dat moment, zeg maar. Ja. En dus dat accepteerde je wel en je begreep het ook wel, zeg maar. Heb je dan mensen om je heen die je daarin steunen, met wie je veel campagne had? Het net over je vrienden en zo. Ja. Wat is jouw steun daarin dan? Ja goed, je weet hoe je vrienden zijn. Die zijn altijd natuurlijk aan jouw kant en die proberen in ieder geval niet, totaal niet, zeg maar, aan jouw kant bedoel ik niet van dat ze de andere kant afbranden, maar dat ze wel gewoon jou het vertrouwen proberen te geven van gozer, je bent gewoon een goede speler. Gaat je hebt het gehaald. Hoor je dat? Ja, ga ik weer, hè? Gozer. Ja, gozer. Met een R. Komen die vrienden ook uit Leiden? Nee, deze niet toevallig. Oh, okay. Nee.
Dus je bent gewoon op goede voetballen en weet je, je trek je er niet zoveel van aan, weet je wel. Dat. Ja. Maar goed, dat is... Is dat genoeg? Is dat voldoende om dus wel die vertrouwen weer op... Nou ja, uiteindelijk denk ik het niet. Nee. Dus het is niet genoeg. Ja. Want je begrijpt ook wel ergens dat ze het ook voor jou doen. En natuurlijk, ze menen het ook oprecht. Ja. En je gaat ervan uit dat als ze het niet vinden of ze vinden je niet goed genoeg, dan zeggen zij het ook, weet je wel. Ja. Dus ze meenden wel oprecht dat ze je goed genoeg vonden. Alleen het is inderdaad wel makkelijker zeggen en aanhoren dan dat je uiteindelijk ook iets concreets zelf mee gaat doen. Ja, weet je. Ja. Dat, en dan daarna ga je naar AZ, Heerenveen. Komt er dan een soort van Brugge? Ja, Brugge zat er nog tussen. Brugge. Ajax en AZ. Ja. Kom je van het grote Ajax. Neem je dan extra druk met je mee? Nou, niet zo. Dat gevoel had ik niet echt, eerlijk gezegd. Nee. Ik ging van Ajax naar Brugge. Nou ja, Brugge is ook zeg maar gewoon een van de twee clubs op dit moment. Of van België natuurlijk, vanuit historie gezien. Ja. Samen met Anderlecht natuurlijk, de grootste clubs. Mm-hmm. Ook daar ben ik ook een beetje via de achterdeur weggegaan, weet je wel. Hoe komt dat eigenlijk? Ja. Dat was ook... Ik startte daar ook heel goed, zeg maar, dat seizoen. Dan scoorde ik ook opeens 2-3 vrije trappen in één seizoen. Heel gek. Weet je wat het is? Deze man kwam als eerste met die Ronaldo. Ja, iedereen wilde dat proberen natuurlijk. Ja man, en hij scoorde opeens. Man, het lukte, ja. Boom, ja, kruising. Ken het. Ja. Hij zei, toen zei hij nog in een interview. Dat was normaal gesproken gaan ze hem over het vallen. Ik dacht, Ken het, waarom moet je me zo naar beneden halen, man? Geef me gewoon die props voor die goede balkast tegen Feyenoord, weet je wel. Klopt. Was dat in de Kuip? In de Kuip. Dat was in de Kuip, ja, klopt. Die wedstrijd ook eigenlijk dik moeten verliezen, maar we wonnen 1-0 vanwege dat doelpunt. Ja. Dus toen was het wel grappig met Kenneth, ja. Die had natuurlijk de overstap gemaakt van Ajax naar Feyenoord. Dus dat is ook voor hem natuurlijk wel druk. Maar ik dacht, Kenneth, die had me best wel meer props kunnen geven. Dat is een goede bal, man. Ik had het niet verwacht. Trainde je erop? Ja, we trainen er ook op. En ook met Kenneth. Ook nog toen hij bij Ajax was. Ik heb met Kenneth gewoon samengespeeld. Ja. En toen was het altijd, op een gegeven moment toen het helemaal in was, wilde iedereen Ronaldo nadoen. Iedereen enkel breken, knie helemaal schaar. Snap je? Ja, precies. Maar en hoeveel ballen er ook over het vangnet heen gingen, ja, dat is niet te tellen. Snap je? Ook bij mij. Ja. Dat was natuurlijk ook voor hem een verrassing dat hij er toen inging. Dus dat was wel leuk. Dat was zeker het dwars. Ja, het zat wel eventjes dwars. Het was dwars. Dat was jammer. Maar, Kenneth. Nee. Ja man, he did it. Kenneth is een wereld geworden. Ik heb zo met hem gelachen. Ja, dat is echt fantastisch. Leuk. De vraag was dus... Weer via Ajax, achterdeur natuurlijk. Ja, precies. Hoe dat kan. Via de achterdeur. Ja, hoe dat kan. Ja, toen zei ik wel, ik heb een paar keer gescoord. Ik kreeg ook een blessure dan bij Brugge, ook in de winter. Trainingskamp in Spanje. Ja. Toen was ik er ook een week of 6 of 8 uit of zo. Mm-hmm. En ook daarna ook niet echt meer per se dat overtuigende niveau aangetikt, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en daarna, je weet in de voetballerij hoe het werkt. Ik werd ook gehaald door een trainer die het seizoen daarna ook niet meer geen trainer meer was. Wie was de trainer? De trainer was Preudom. Ja. Die heeft mij gehaald. En want ik tekende voor 3 jaar en na 1 jaar ging ik alweer weg. Ja. Preudom was trainer, die ging met sabbatical toen, kwam een nieuwe trainer. Had ik ook geen problemen mee. Maar waar ik wel een beetje achter kwam, is dat ik vooral zeg maar op voorspraak van Preudom ben gehaald. Mm. Ja. Nou goed, je hebt de trainer, je hebt TD, je hebt andere directeuren. Ja. Ja. En toen was ook het geintje van in de zomer van Ricardo, je mag wel wat langer wegblijven. Je mag wel 2 weken lang vakantie houden. Ja, dan weet je alweer hoe laat het is. Ja. Want je weet hoe dat gaat. Ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt bij Ajax, hoe terwijl je zelf zeg maar in een bepaalde positieve flow zit, boys worden gewoon teruggezet naar het tweede, gewoon weet je wel, abrupt. En nu ga je zelf ook iets meemaken, want ze zeggen blijf maar gewoon op vakantie gewoon, kom maar wat later, dan weet je het al. Wat je zegt nu, van je hebt bijvoorbeeld met een mental coach gesproken aan het begin van dit seizoen, om je zeg maar op de rails weer te houden je mindset weer goed te brengen. Als je nu zo kijkt, denk je dat je wat gehad had aan een mental coach in die periode? Tuurlijk. Ja, ik denk het wel, want het is, ik denk hetgeen wat zich nu afspeelt en het feit dat gewoon iedereen er in ieder geval meer over praat, een stuk meer over praat. Dat was 8 jaar geleden was dat nog niet zo. Ja. Totaal niet. Dus ik heb daar ook bijna helemaal, ik heb daar geen seconde aan gedacht op dat moment. En misschien ook de koppigheid en het feit dat je misschien wat jonger bent van hoef ik niet, lukt wel, weet je wel zo, komt wel goed. Ja. Dus dat, achteraf nogmaals, had het waarschijnlijk wel goed geweest op het moment, want het is ook niet, het is gewoon niet leuk op het moment dat je
ergens gewoon voor 3 jaar getekend hebt. En je gaat ervan uit dat je gewoon in ieder geval het seizoen daarna gewoon gaat starten. Nieuwe trainer, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. En dan komt het bericht van, oké, je kunt wat langer wegblijven, zeg maar. Ja. Die teleurstelling gewoon. Tuurlijk. Ja. Dat is gewoon gek en niet leuk. En ben je op dat moment, kijk, we hebben ook Urbi hier op de bank, die heeft hier gezeten. En die gaf toen aan, hij was veel te lief. Was jij op dat moment misschien veel te lief? Nou, weet ik niet, want ik heb wel zeg maar, denk ik wel, toenertijd wel gewoon de ballen gehad om gewoon op die directeur af te stappen en dan gewoon 1-op-1 te zitten. Gewoon, ik zei gewoon ook gewoon, kan ik even met je spreken gewoon, weet je wel, om even duidelijkheid. Ja, goed, dat is ook wel weer, denk ik, een verschil in cultuur of misschien een verschil in persoon. Dat vond hij lastig, zeg maar. Dat hij gewoon best wel direct werd benaderd door een speler. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. Want normaal wordt er alleen gecommuniceerd via zaakwaarnemers, weet je, dat soort dingen. Ja. Weet je, het gaat om mij uiteindelijk, toch? Ja. Ik ben de speler, je hebt mij, ik sta hier onder contract. Dan is het toch logisch dat ik ook gewoon direct een gesprek met je aan kan gaan. Je zal zeggen van wel. Ja, ja, goed, ik denk dat het wel... uiteindelijk was het al, zeg maar, al een zaak die was al klaar, zeg maar. Ja. Hoeveel gesprekken je ook aan zou gaan, dat was op zich al klaar. Dus wat dat betreft, van, ben je te lief geweest? Nee, dat denk ik niet, want ik heb wel, denk ik, gewoon... En toen de tijd wel gewoon echt alles aan gedaan om gewoon erachter te komen van waar ligt het aan. Mm-hmm. Geef me aan aan welke punten het ligt en misschien kan ik er wat aan doen. Ja. Goed, dat is gewoon duidelijk een kwestie van... Dat is zo... Heb jij dat wel eens meegemaakt? Zo'n situatie? Wat? Dat je opstapt naar de trainer of naar technisch directeur? Ja, dat is best wel wat je bedoelt. Maar ik was totaal niet bang. Ik stapte gewoon die kamer binnen en boemde die deur open en bam. Dat is wel goed. Maar dat laffe wat hij dan ook zegt van sommige trainers of sommige technisch directeurs, dat ze niet op de man kunnen handelen. Nee. En heel vaak achter bepaalde mensen schuilen of achter een bepaalde titel schuilen. Ja. Dat heeft mij zo geïrriteerd in sommige momenten. Ja. En daar was ik gewoon heel lastig in ook. Ik kon daar niet mee omgaan. Zeg me gewoon op de mannen van, je bent niet goed genoeg. Of we willen van je af. Dat is het, precies. Weet je, ga geen spelletje spelen. Ja. Op het moment dat je, zeg maar, je carrière zie je eigenlijk, je zei net van, het liefst wil had je gewild dat je carrière, zeg maar, andersom ging. Mm-hmm. Dus vanuit FC Emmen en dan weer omhoog naar Ajax. Op welk moment in jouw carrière heb je, zeg maar, die switch gemaakt van... Of heb je überhaupt een switch gemaakt dat je denkt van, oké, is goed. Ik moet nu wel gaan nadenken over mijn toekomst. Want ik zie dat mijn carrière eigenlijk niet, zeg maar, de stijgende lijn heeft die het hoort te hebben. Mm-hmm. Maar toekomst als in de toekomst na het voetbal. Want je bent op een gegeven moment je foundation opgericht. Stichting Elk Kind een Bal. Ja. Hoe heb je dat, zeg maar, vanaf welk moment kwam een besef van oké, ik moet nu wel iets gaan bedenken van na het voetbal? Nou ja, goed, met die stichting en het Elk Kind een Bal, dat kwam al eigenlijk in de tijd dat ik bij Ajax speelde. Dus dat was al gewoon een initiatief, zeg maar, wat mij werd aangereikt door vrienden om me heen die daarin met het idee kwamen, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat vond ik gewoon hartstikke tof, gewoon ook gewoon om maatschappelijk iets te doen en gewoon iets met sociaal, weet je wel. Ja. Ik hou met omgaan met mensen, met kinderen, dus dat vind ik hartstikke tof. Mm-hmm. Dus dat heb ik denk ik een aantal jaren echt leuk gedaan. Mm-hmm. Maar echt nadenken over het leven na het voetbal is pas de afgelopen 2 jaar misschien een beetje pas ontstaan. Nog niet eerder, zeg maar. Nee. Want ik ging er ook niet vanuit dat ik op mijn 31 geen club zou hebben. Ja. Kijk, ik ging er gewoon wel vanuit dat ik gewoon op mijn 34 gewoon zou gaan voetballen, zeg maar. Ja. En misschien niet op het niveau Ajax, misschien niet op het niveau Champions League, Europa League, maar wel gewoon ergens bij een BVO, zeg maar. Mm-hmm, weet je wel. Mm-hmm. Voor de rest ben ik wel iemand die goed nadenkt over wat je doet met hetgene wat je verdient. Weet je wel. Dus ik denk ook wel dat ik mezelf tijd heb gekocht, zeg maar. Dus het is niet zo dat ik, als ik nu zou stoppen, dat ik, zeg maar, volgende maand
per se iets anders moest doen, zeg maar, om rond te komen, snap ik bedoel? Ja. Dus ja, die tijd heb je kunnen kopen, maar natuurlijk ben je daar nu wel steeds bewuster sinds de afgelopen 2 jaar, denk ik wel, hoe ouder je wordt. Ja. Je krijgt kinderen en je weet ook na je 35ste heb je nog een hele lange periode te gaan, weet je wel. Ook om je, of het nou financieel is, maar ook gewoon om bezig te blijven. Mm-hmm. Ja. Die ambitie heb ik ook natuurlijk. Je zit nu al een tijdje zonder club. Ja. Zijn er gedachten erin gekomen van, hey, misschien moet ik maar gewoon stoppen? Ja. Wel? Ja. Dat je denkt om gewoon bijvoorbeeld bij de tweede divisie aan de slag te gaan gewoon. Mm-hmm. Ja. Weet je wel, iets uit de Bolleschijt, maar uit Leiden heb je heel veel clubs die uit de tweede divisie komen. Quick Boys, Katwijk, weet je wel, heel veel clubs. Ja. Ja, daar denk je wel aan, natuurlijk. Ja, zeker. Hoe langer het gaat duren met dat je geen club hebt, ja. Dan ga je niet denken van, na 3 maanden ga je denken, oké, misschien kan dit nog gebeuren. Dan ga je niet denken na 7 maanden, kan nog iets anders gebeuren op een hoger niveau of zo. Ja. Nee, je gaat wel steeds bijstellen. En je hebt niet, zeg maar, want je hebt niet, je hebt maar 1 club in het, nee, 2 clubs heb je in het buitenland gehad. Brugge en Karlsruhe, ja, dat is 2 niveau Duitsland. En dan denk je nu niet van, oké, misschien kan ik nog een stap maken naar het buitenland. Of denk je nu, want je zei, je gaat verhuizen, je hebt je droomhuis heb je gebouwd. Ja. Is dan je gedachte nu van, oké, is goed, ik blijf nu in Nederland bij mijn gezin. Of je wilt gewoon ook nog, het maakt er niet uit. Nee, dat tweede zeker niet, want ik weet dat mijn vrouw en mijn kinderen, die gaan niet mee. Dus... Dat is bijna uitgesproken zaak. Die gaan niet mee. Die gaan niet mee. Nee. Een vrouw die is gewoon te veel gehecht aan Nederland en aan familie. En ja. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus dan moet je dus echt heel bewust de keuze maken van oké, ga je naar het buitenland om gewoon nog even... Hè? Te cashen. Maar goed, wat die keuze staat... Hè? Ik weet niet of die opties nu er zijn of niet. Maar let's move forward to see... ik wil het zomaar willen. Ik zie je Engels kijken. Is gewoon goed, ik zie je kijken. Mijn Engels is gewoon goed, hoor. We kunnen ook gewoon in Engels doorgaan. Het is ook vroeg, man. Ik moet weer gaan schakelen. Ongelooflijk. Maar goed, fast forward. Ja. Die situatie komt naar het buitenland. In hoeverre ga jij dan ook weer kijken van, hey, vader zijnde, hoe je vaderrol, wat je toen zelf hebt ervaren, precies, nu ervaart. Ja. Ja. Ja, dan denk ik wel dat ik ergens een bepaalde switch kan maken van oké, ik ga nu ergens naar het buitenland. Grote kans dat je alleen gaat. Ja. Grote kans dat je weet waarom je naar het buitenland gaat. Ja. Niet omdat je Champions League gaat spelen. Mm-hmm. Dus dat is misschien een andere mindset, omdat je dan een focus hebt van oké, misschien ga je voor 1 jaar, 1,5 jaar. Je gaat af en toe pendelen, dat soort dingen, weet je. Ook zeker niet ideaal, maar dan doe je het wel met een bepaalde doel, met een bepaalde focus. Mm-hmm. Of dat het waard is. Dat weet je pas op het moment dat je het doet. Ja. Misschien ben ik het na 2 maanden helemaal zat. Het is echt niet normaal hard. Dat is het. En wat voor impact het heeft op mens zijn. Ja, want hoe je me nu vraagt, denk ik bij mezelf, ja, tuurlijk. Ik ga het gewoon in ieder geval proberen. Ja. Sowieso. Je kan altijd zeggen, ja, ik ben niet gelukkig. Je hebt mijn contract te scheuren en dan zijn we terug in Nederland. Want ben je nu dan ook al een beetje aan het nadenken van, oké, is goed. Stel dat... Je bent nog jong, je bent 31, dus waarschijnlijk heb je nog 4 jaar, minimaal 4 jaar heb je voor die de boeg. Die man ziet er topfit uit, man. Ja, moet je kijken. Ik heb nooit echt hele grote blessures gehad, dus dat mag ik afkloppen, maar dat... Kijk hier is, is het hout? Nee, geen hout. Oh shit, man. Daar. Het lijkt op hout hier. Ja. Maar ben je nu al een beetje bezig ook, zeg maar, qua misschien een zakelijk iets of hobby's een studie misschien? Ja, je denkt er wel over na inderdaad, van wat zou je zo meteen na de carrière willen doen? Ja goed, kijk, ik ben kind van Ajax. Ik vind Ajax een hele mooie club en nog steeds een heel dik bedrijf ook eigenlijk. Ja. Trainer zijn, dat weet ik niet of dat per se iets voor mij is, maar dat zou ik ook moeten ervaren, maar die drang heb ik op dit moment niet super erg, maar ik zou denk ik wel in een organisatie willen werken zoals bijvoorbeeld een Ajax, waarbij je toch nog die connectie hebt met voetbal. Ja. Geschiedenis hebt met Ajax, je weet hoe het daar precies, aan toe gaat. Je weet hoe het eraan toe gaat. Ja. En plus omarmen iedereen met een dat Ajax. Dat denk ik ook. En ik heb ook het idee dat er een bepaalde gunfactor bij mij heerst. Ik weet niet waarom, maar dat is gewoon, dat heb ik wel op meerdere momenten gedacht. Dat op het moment dat als ik dat bij hun zou aangeven, dat ze me inderdaad met open armen ontvangen en dan op het moment, je moet wel natuurlijk met een bepaalde plan en idee komen.
Ja. Maar dat ze daar wel voor open zouden staan om een bepaalde functie in de club te bekleden. Ja. Dat klinkt natuurlijk nu heel erg vaag en heel erg open, maar zo is het ook wel een beetje. Ja. Maar daar denk ik wel over na, want ik vind Ajax nog steeds gewoon een heel vet bedrijf. Heel goed bedrijf ook. Ja. En een mooie voetbalclub uiteraard. Ja. Je zei eerder, hè, je hebt een buffer nu, hè, voor de komende tijd. Zit daar ook tussen dat qua investeringen? Ja. Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik had al veel eerder moeten beginnen, maar ik was heel goed in sparen, zeg maar, in mijn tijd van Ajax. Gewoon lekker sparen. En op een gegeven moment wil je een bepaald bedrag zien, sparen. Ja. Ja. Je had toen de tijd al lang natuurlijk gewoon of een appartementje moeten kopen, et cetera. Ja. Ja. Maar ik heb het geluk dat ik nooit echt per se van de hele dure merkkleding was of dure vakanties, et cetera. Je houdt wel van auto's. Dat wel. Dat is mijn enige, ding. Dat is mijn enige ding, zeker. Absoluut. Maar goed, ik heb daar later in de carrière heb ik daar wel gewoon goed, ben ik daar goed mee omgegaan. En heb ik daar ook al bepaalde cashflow mee gecreëerd. Dat wel, ja, ook voor later. Mag ik vragen hoe? Wat, met auto's? Met pandjes. Oh, met pandjes. Ja. Oké, got it. Ja, okay. Met pandjes. In Leiden? Ja, vooral in Leiden. Nice. Deze man gaat burgemeester worden van Leiden. Nou, ja, dat weet ik niet. Huh? Nou, dat weet ik niet. Maar Leiden blijft wel mijn stadje, dat zeker. En qua auto's, want ik ben zelf ook een liefhebber. Ja, ja. Van auto's, gewoon een nieuwsgierige vraag. Ja. Auto's, qua auto's, wat heb jij allemaal gehad? Nou, mijn droomauto heb ik al gereden, dat is de G-klasse. Okay. Dat is nog steeds, vind ik, absoluut het allermooiste. Heb je die nog steeds of niet meer? Oké. Nee. Maar je houdt ook van klassieke ouderwetse auto's. Ja. Heb ik ergens gelezen. Ja, klopt. Oh, dat heb je gelezen. Ja, ja, klopt. Ik heb inderdaad een research gedaan. Ja, dus goed. Stel. Ah, nee, ik, hoe weet je dat? Klopt. Nee, ik heb ook wel wat op dat gebied heb ik ook wel een investering gedaan. Dat is iets wat in ieder geval waardevast is. Ja. En je kan er af en toe ook mee rijden in de zomer, dus dat is op zich ook wel leuk. Maar goed, dat is ook zoiets van, kijk, als dat op een gegeven moment een bepaald rendement opbrengt, dan heb ik ook zoiets van, doei. Maar in de tussentijd kan ik wel gewoon ervan genieten. Ja. Ja. Dus dat vind ik, dus inderdaad, klassieke auto's vind ik ook leuk. Nice. Maar ja, goed, ja, auto's vind ik leuk, maar op dit moment ben ik ook weer in een situatie van, is ook niet meer het allerbelangrijkste. En natuurlijk in de toekomst, als het weer een keer kan, dan wil ik ook weer gewoon een dikke auto rijden. Maar dat is voor nu is het oké. Okay. Ja. Oké. Rika. Ik noem je gewoon Rika. Tuurlijk, dat mag. jij mag dat. Laatste vraag die we altijd stellen aan onze gast. Met de kennis die je nu hebt. De kennis die je nu hebt vergaard. En je zou jezelf advies moeten geven aan Ricardo van toen je 16, 17, 18 jaar was. Mm-hmm. Wat zou je jezelf kunnen meegeven? Trek de dingen die van buiten afkomen, zeg maar, niet te veel aan. Dus de meningen of het gevoel wat mensen hebben of ideeën wat mensen hebben. Kijk, dan ga je wel heel snel naar het voetbaltechnische natuurlijk wel weer. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel, het speelt gewoon een hele grote rol. Want voetbal is voor ons leven. Mm-hmm. En als je daar niet presteert, dan valt op een gegeven moment toch een bepaald stukje leven valt weg strakjes natuurlijk, hè. Van wie wij zijn en wat we doen. En dat is dus wel. Sorry. Nee, zeker niet. Nee. Ja, ga je gaan. Ga je gaan. Zeg maar. Want dat is wat we dus ervaren. Als wanneer je aan het einde komt. Weet je, dat we zeggen van, ik ben meer als voetballer. Ja. Voetbal is niet wie ik ben. Voetbal is wat ik gedaan heb. Ja. En dat hoor ik ook nu terugkomen in jouw. Ja, zeker. Zeker, nee, klopt. Dat hangt denk ik heel nauw samen. En het is denk ik uiteindelijk te overzien op elk gebied ook wel, weet je wel. Hetzelfde geldt als je iemand hebt die zegt van, of ik wil een kledinglijn starten, of ik wil filmpjes op YouTube maken over tuinieren. Doe je ding, man. Als dat je leuk lijkt, ga gewoon ervoor. Ja. En laat nou niet de mening van anderen, zeg maar, iets beïnvloeden. Als je dat gewoon niet laat doen, dan kun je gewoon, denk ik, gewoon je eigen plan blijven trekken en dan kom je uiteindelijk het verst. En als je dus wel andere meningen bepaalde gedachten toelaat, zeg maar, die negatief voor je zijn, dan gaat het ongetwijfeld vroeg of laat gaat het iets bij je doen, denk ik. Ja. Nice. Wat is die quote die we daarop hebben? Wat hij nu zegt? Je moet eventjes, je zet me nu voor het blok, man. Kom maar, man, Gianni. Hij zegt nu net van bepaalde meningen binnenlaten, hè, en wat dat met je doet. Wat is die quote die we daarvoor hebben?
Johnny. Ik ben hier, Johnny. Redactie, help me even. Johnny, zet me niet zo vlog, man. Benader de wereld. Benader de wereld van binnen naar buiten. En niet van buiten naar binnen. Ja, sterk. Sterk. Gelijk, man. Even een voorzetje, toch? Is oké. Het is vroeger. Je hebt het goed. Je hebt het goed gepareerd. Thanks, man. Thanks dat je hier op de bank wilde zitten. Thanks voor je knowledge. Ja. Je bent een fantastische gozer. Nuchter jongen, slimme man ook. Kan goed spreken. Dank je wel. Misschien moet je daar iets in doen, man. Ja, misschien. Ja, ja man. Misschien. Maar goed. Ja, dit is waarom wij deze podcast maken. Bruggetjes bouwen en je knowledge verspreiden. En we zijn je super dankbaar dat je hier bent geweest, man. Ja, en, leuk dat jullie mij hebben uitgenodigd. Zeker. Ja. We zijn goed bezig. Echt top. Nee, ik wil je bedanken voor je openheid, man. Ja. En je kwetsbaarheid. dat je hier plaats hebt genomen en eigenlijk bepaalde dingen gedeeld hebt die je nog niet eerder gedeeld hebt. Ja. Dus ja, bedankt daarvoor. Want ik denk dat mensen die hier naar luisteren en naar kijken, absoluut gaan beseffen dat ze niet de enige zijn. Ja. Weet je, dus complimenten daarvoor. Thanks. Complimenten aan jullie ook. En ik hoop dat je nog zeker 4 kan voetballen, man. Ik hoop het ook, man. Ligt eraan, ik weet nog niet welk niveau, maar we gaan het zien. Dat komt goed. Komt goed. Yes, bro. Thanks. Oké, man. Succes met je huis. Dankjewel. Ja, komt goed, man. Morgen is de dag. Komt goed. Ja, toch? Ja, niet meer op de matras slapen. Nee, inderdaad, man. Dat zou ik vergeten vragen. Hoe is dat slapen bij je ouders? Schoonouders. Ik heb lieve schoonouders. Wat dat betreft mag ik niet klagen. Nee, zeker.